De 20-jarige meerkampster Marijke Esslink uit Winterswijk-Meadow zit vol ambitie om de Olympische Spelen van 2020 in Tokio te halen. Ondanks dat de kans dat ze zich kwalificeert voor de zomerspelen in de ogen van haar coach minder dan 50% is, is de droom voor de atleten springlevend. Met de prestaties die ik dit jaar heb geleverd is het echt steeds reëler geworden om, om het te halen. En natuurlijk, ik ben al heel jong en het is nog best wel een groot stap die ik moet maken, maar het is niet onmogelijk. Het is... Uh... In mijn inziens uh, rond 40% haalbaar. En uh, 40% is zoveel dan uh, wat je hopen dat uh, dat wordt. Het. En als niet, dan komen we volgende Olympische Spelen. De Atletiekunie deelde Esslink in december vorig jaar mee dat ze niet meer tot de nationale Meerkampselectie behoort, waardoor ze niet meer op Papendal mag trainen. Die beslissing kwam hard aan bij de jonge atleten. In het begin hakt dat er natuurlijk heel erg in, want je hebt het idee dat er niet in jou geloofd wordt en uh, dat je het niet gaat worden, uh, dat je de toekomst niet bent. Um, maar al heel heb ik zoiets van ja, maar ik laat me niet door een persoon uh, die dat gezegd heeft mij naar beneden halen. En uh, het heeft mij juist veel meer motivatie gegeven om door te gaan en het heeft mij al een prachtig seizoen nu opgeleverd. Dus, uh... Heeft het geïnvloed op jouw prestaties? Het heeft me alleen maar verbeterd zelfs. Om uit te mogen komen op de Olympische Spelen moet Essling een kwalificatielimiet van 6420 punten scoren. Momenteel staat haar persoonlijk record op 5905 punten, waardoor zij nog ruim 500 punten aan haar beste score ooit moet toevoegen om het ticket voor Tokio te bemachtigen. In de periode van maart tot juni van volgend jaar heeft Esslink de kans om tijdens wedstrijden aan deze kwalificatienorm te voldoen. Dat is behoorlijk hoog, en, uh, maar nog steeds niet onmogelijk, denk ik. En waarom weet je of je eventueel naar de Olympische Spelen mag? Ik kan vanaf maart al uh, limieten halen, of afgelopen jaar al. En dan tot aan juni. Dus uh, het is nog best korte tijd, maar uh, lang genoeg om toch wel wat te kunnen doen, laat ik zeggen. Ja. Dus op naar Tokio? Ja, daar gaan we voor, ja.